Vorige keer, de nerds worden gerestyled en dat heeft veel impact. Tada! Dat is een oud leven en je krijgt nu van mij een nieuw leven. Ze zien er erg blits uit, maar dat vindt niet iedereen. Mijn gedacht, het trekt op geen kleur. De meningen zijn verdeeld, toch lopen ze als echte voetbalsterren op de catwalk. Tot groot genoegen van Boskamp. Boskamp maakt kennis met de bizarre wereld van de travestieten. De keeper en de hulptrainer laten zich helemaal gaan. Een deurknop en meer ritme. En omdat sterren onophoudelijk worden belaagd door persmuskieten, krijgen ze een mediatraining van Mita van der Maat. Het is vandaag de bedoeling dat ik jullie een beetje wegwijs maak in hoe je met de media, hoe je met de pers omgaat. Dat is nodig, als je mediatraining, want de media, de pers, niet te vertrouwen. Danny, Elise. Op sportief vlak is er minder goed nieuws. Eerste doelman Yves loopt een zware liesblessure op. Klassiek, ja, spierscherkers als 4 tot 6 weken. Je kunt dan maar geen risico's nemen. Totaal van de kaart moet Yves het strijdtoneel verlaten. This is the end. Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Michael ontpopt zich tot de onbetwistbare numero uno in het doel. Tegen de vrouwenploeg zet hij een memorabele glansprestatie neer. Na het vertrek van Yves kocht Boskamp een nieuwe diepe spits. Nou, dus gelijk een nieuwe speler. Sammy Il, uit Zuid-Korea gehaald. Kom jongens, ja. Dat van links naar rechts, bezig of rechts? Naar links, want Sammy Il weet welke richting hij uit moet. De transfer loont onmiddellijk. Sammy toont meteen wat hij waard is. En dat is slecht nieuws voor die andere spits, DJ Fransken. Zijn positie komt zwaar onder druk te staan. Vandaag is een bijzondere dag voor de nerds. Nog 1 week en ze moeten het opnemen tegen een keurkorps van ex-Rode Duivels. Hoog tijd om de balans op te maken van 7 waanzinnige voetbalweken. De nerds weten niet wat hen te wachten staat. Oh nee, dat meen je niet. Nee, dat is een voetbalveld. Waarom toch geen match moeten spelen? Ik heb er eigenlijk geen goed gevoel bij. Ik heb ook niet veel hoesting om te gaan voetballen. Ik heb andere toverschoenen. Achterin dromen de nerds van iets meer ontspannende activiteiten. We hebben het relax weekend nog niet gehad. Hè? Ja, sauna, sauna, als ze de match zijn. Sauna, van die schoon meisjes in ons. En olie masseren ze van die verwarmtoestanden. Ze hebben een bad. En toen erachter een stom douche. En toen de sauna ben. Wat aan het opblijven of wat? Dat weet ik niet, zo. Dat weet ik niet. Ja, voor mij, nee, maar dat is wel voor onze conditie, onze kilogram een beetje te verminderen. Ja, bewust wel nodig, hè. In de kantine gonst het van de activiteit. De kantine van FC Nerds wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een professionele opnamestudio. Niemand minder dan voetbalkenner par excellence Luc Allo zal het speciale studioprogramma in goede banen leiden. Nog steeds helemaal in het ongewisse trekken de nerds naar hun ondertussen zo vertrouwde kleedkamer. Die heeft echter een kleine transformatie ondergaan. En dat is even wennen. Ja, wacht, we zijn er een keer. Zoals het echte sterren betaamt, worden de nerds door een professionele styliste gepoederd en gepamperd. De onwetendheid brengt Sammy behoorlijk in de war. Je vroeg is al veel nodig. Yes, je moet zeggen, met zijn creme perfect. En ook Playboy Steve gooit al zijn charmes in de weegschaal. Wesley voelt zich zowaar een Adonis. Is wel beter, hè? Ja, dat was niet moeilijk. Luc Allo begint alvast aan de generale repetitie. Goedenavond, beste kijkers. Welkom in Studio Nerds voor de voetbalspecial rond de meest geflipte voetbalploeg van het moment. Straks Luc Allo overloopt de voorlopige hoogtepunten uit de FC Nerds voetbalcarrière. Ben ik wel een hopeloos geval geweest? Ah, geweest zeg je?
Luc Allo peilt naar de diepere gevoelens bij Homo Wesley. Ben jij ooit verliefd geworden op hulpcoach of op Johan misschien? Hey, ben je een beetje ziek aan het worden? Nee. Hey, niet van die gekke vragen, Luc, jongen. Ex-rode duivel Mike Verstraeten, topscheidsrechter Frans van der Wijngaard en nog meer schoonvolk komt langs. Vandaag is een heel speciale dag voor de nerds. De kantine is volgestroomd met supporters en vrienden. En voor de gelegenheid omgebouwd tot een professionele tv-studio. Goedenavond beste kijkers, welkom in Studio Nerds voor de voetbalspecial rond de meest geflipte voetbalploeg van het moment. De legendarische voetbalcoach Johan Boskamp heeft 7 weken lang 16 voetbalanalfabeten omgevormd en omgetuned tot een wereldploeg. Volgende week spelen zij tegen een selectie van ex-rode duivels. Maar vanavond maken we een leuke balans op van 7 weken voetbalplezier. Want toen werden 16 absolute voetbalklunzen in een voor hen totaal vreemde wereld gedropt. Die van het voetbal. Topcoach Johan Boskamp kreeg de opdracht om van deze onsportieve nerds een samenhangend topvoetbalteam te maken. Deze groep had 1 probleem. Ik ben niet voetbal. En dat was geen probleem. Dat was een ramp. Want volgende week al zullen de jongens van FC Nerds hun ultieme match moeten spelen tegen een keurkorps van ex-rode duivels. Nieuwe helden werden geboren en grenzen verlegd. Vriendschappen gesmeed en liefdes ontluikten. Maar hier en daar weerklonk toch een valse noot. Dames en heren, hij is hier, de redder van het land, de messias van FC Nerds. Niemand minder dan Johan Boskamp. Johan, zo'n onthaal, je bent de wereldster, man. Ja, hartstikke leuk. Zeg, wat ben je eigenlijk aan begonnen? Dat vraag ik me nog steeds af, ja. De eerste keer dat je al die mensen zag, wat dacht je? Nou, ik heb niks, ik heb alleen maar aan te lachen. Ja. Met wat dan? Ja, met de manier waarop ze liepen. Wat ik net al zeg, ze hadden helemaal geen ritme, geen coördinatie. Toen je de ploeg zag voor de eerste keer, wie heeft het meeste indruk op jou gemaakt? Wie was het meest opvallend? Ja, het meest opvallend was Steve. Ja. Met die schoenen van hem. En wie nog? Ja, dan heb je Wes. Want elke keer als er een bal bij Wesley in de buurt kwam, dan, en dan deed hij... Oeh, en dan, ja, dan, dan val je op natuurlijk. Ja, maar je hebt het over Steve. Wat was er zo speciaal aan Steve? Met zijn toverschoenen. Heb je dat programma gezien? Ja, natuurlijk. Ja, dan weet je er wat er speciaal is. Ja, maar ik moet aan jou vragen. Ja, zijn toverschoenen. Hoe is dat? Heb jij het programma wel gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Oh, je hebt het niet gezien? Nee, ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar het was Champions League voetbal. Ah, ja. Nee, dat was Steve die kwam op. Had schoenen met zulke dikke zolen. Ja. Maar daar kon je normaal niet op lopen. Dus ja. Dat viel in principe het meest op. Ja, we hebben wat beelden achter elkaar gezet van mensen die het meeste indruk hebben gemaakt op Johan Boskamp. Dit uniek voetbalexperiment begon in Lombeek. Toen stond Johan Boskamp oog in oog met 16 erg bijzondere individuen. De een al iets specialer dan de andere. Van afgetrainde topvoetballers hadden ze weinig weg. Van een carnavalstoet des te meer. Wat is dat voor iets? Er zitten erbij, die zijn nog 2 keer zo goed. Ja, dat zijn wereldpantoffels. Dat zijn normale schoentjes. Iedereen zegt dat we er geen fluit van terecht zullen brengen. Maar dat denk ik niet. Dat ik zo jullie zie staan, dan heb ik het volste vertrouwen. En... Als je dus ziet hoe er sommigen bijlopen, dan kun je zien dat ze heel weinig, niet alleen aan voetbal, maar ik denk totaliteit aan sport gedaan hebben. Dat is niet te geloven, ja. Dit is net zo pens als ik. Dat is een probleem. En Steve had nog wel meer problemen. Dat is nou al aan het happen. Steve! Rustig, Steve, wandel maar. Hoe zit het? Ik wil niet dat je hier neervalt, hè, zo. Dat we je kunnen wegdragen. En ook die andere Steve liet meteen een verpletterende indruk na. En
Daar zat zijn bijzonder schoeisel en lito-kapsel voor iets tussen. Kunkie! José! Hey, kameraad, je hebt het net gezien. Daarnet zegt die gozer, je trainer zegt links. En jij gaat met je rechterpoot beginnen. Dat is normaal, hè? Dat is normaal. Leg me dat eens uit. Ah ja, als je eerst altijd rechts-rechts aan het gaan zetten en dan in één keer moet je links gaan. Dan komen er vergissingen, hè? En wie er ook maar weinig van begreep, was Sammy. Kijk, als je die kleine ziet, die bal is groter dan die kleine. Je moet alleen naar het ritme kijken. Kijk, het ritme is verkeerd, de coördinatie is verkeerd. Als je met die kop naar beneden loopt, dan zie je niet wat er gebeurt. Ah ja. Snap je? Ja. Hé? Ja. Oh, kom. Ja. Niet naar die bal kijken, Sam. Sam, niet naar die bal kijken. En ook het eerste kopbalcontact liet niet veel goeds vermoeden. Godverdomme, wat dan met je haar, man. Als die bal naar de kloten gaat, die betaalt al die ballen, man. Met die hanenkop van je, man. Leg die bal naar je toe, je eikel. Nee, zo. Zo. Nee, zo. Goed, dames en heren. De jongens die voor dit avontuur nog nooit een bal van dichtbij hebben gezien, uw hartelijk applaus voor FC Nerds. Voilà, Johan. Dat zijn de eerste drie sterren van vanavond. Je hebt ze gemaakt tot wat ze zijn, Johan. Dat is niet hoop dat ik dat gedaan heb. Ja, ik weet het niet. Zeg, eerste vraagje. Waren jullie in het begin grote sportliefhebbers eigenlijk? Absoluut niet. Nee? Maar ja, in het begin was ik eigenlijk geen sportliefhebber, maar het begint nu eigenlijk wel los te komen. Johan, wie is de grootste sportfreak volgens u? Volgens mij? Ah, jij niet, hè? Zie je, hè? Mijn stief, ja, mijn zeerse, maar die twee zijn wel, Sonny en Dick, zijn wel serieus, mocht ik zeggen. Ja. Welke interesses hebben jullie? Mijn interesses liggen vooral in roleplaying en miniature wargames. En wat is uw liefhebberij? Gewoon dansen, holibies, weggaan met vrienden. Holibies, is dat een liefhebberij? Oh, wat is dat? Wat is nou een liefhebberij? Gewoon, ja, weggaan met mensen en zo, die zo wat dezelfde interesses hebben. Alles wat haak staat en niet te combineren is met een sportmansleven. Zoiets. En uw liefhebberij? Spelen van gezelschapsspellen. Wat is uw favoriet gezelschapsspel? Shadows over Camelot. Shadows over Camelot. Johan, ken jij dat? Nee, dat ken ik niet. Ken jij dat? Nee. Dan waren we vrijdag aan de markt. Zeg, wat vond jij van het woordje, van de naam van het team, Nerds? De naam van het team is eigenlijk een beetje misplaatst. Ik doe iets speciaals met gezelschapsspellen, dat is niet een alledaagse hobby. Dus. Ja. En daarmee zullen ze mij dan categoriseren tot de klasse Nerds, maar ik voel mezelf zo niet. Je moet bedenken dat we nu de kans krijgen om er iets positiefs van te maken. Nee, en dat is de uitdaging. Hè. Zijn jullie fier op de naam FC Nerds? Ja, heel fier. Echt? Eigenlijk wel. We mogen ervan uitgaan, jullie zijn fier. Ja. Johan, jij ook? Ja, zeg het toch. Okay. Bon, nerds of geen nerds, het blijven nerds. Mijn naam is Sonny en mijn passie is roleplaying. Sonny beschouwt de titel Nerd als een ware eer. Enorm gepassioneerd door roleplaying. Hallo, ik ben Michael. Ik hou van computeren, playstationen. Ik zit ook in de scouts en ook gezelschapsspeeltjes zijn een hobby van mij. En gezellig is het bij Michael zeker. Hier lacht niemand naar mij. Ook al heb ik die een debiel en bril op. Maar hier zijn wie dat ik ben. Ja, ik ben nu 21 jaar en ja, het is tijd dat het gewoon helemaal verandert. Dat ik iets ga doen met mijn leven. 18 uur per dag wargame spelen is alvast één optie. Ik ben Yves de Vos en in mijn vrije tijd ben ik warlord. En zo heeft elke nerd wel zijn eigen passie. Demon, toughness 5, strength 5. Ook typisch voor nerds zijn gezelschapsspelen. Op kousenvoeten webdesignen, verslaafd aan het labo of aan extravaganza van allerlei aard. Maar niet alle nerds zijn even opvallend. Ik hoor het graag rustig. Johan, heb jij enige vierkante centimeter voetbaltalent ontdekt bij enkele spelers? Eerlijk? Zo te zien? Ook al is het maar een beetje? Ja, ja. Ik heb... ja, bij wie? De keeper, Michel, is echt heel sterk. Dus kijk, de beste voorbeeld is eigenlijk Neut. Nee, die wist in het begin niet waar die moest lopen of wat hij moest doen. En nu gaat hij het al een... Ik zeg niet veel, maar gaat een beetje snappen. Wie waren de echte hopeloze gevallen?
dat je zegt van oei. Jezus Christus. Waren er zoveel dan? Steve. Wes. Sammy. En Steve. Sammy Johan, de coach, die vertelt over jou ja, een beetje hopeloos geval. Ja, je heeft gelijk natuurlijk, want ik had geen, nee, maar ik had geen diepte, allee, diepte zet. Steve, je hebt het gehoord van de coach. Ja. Je mag reageren. Ja, op voetbalgebied ben ik wel een hopeloos geval geweest. Maar ik geweest, zeg je? Je hebt progressie gemaakt, zeg je. Ja, ik vind dat zelf toch. Johan? Steve heeft dus een beetje hetzelfde probleem als ik. We zijn nogal fors gebouwd. Ja. En... nou, als Steve hier 2-3 keer heen en weer was gelopen, ja, dan kan je hem wegdragen. En, anders zou het een enorme aanwinst zijn voor ons. Denk ik. Heb je nooit gedacht, het is een hopeloze zaak in het begin? Nee, niet in het begin, dat denk ik nog. Dat denkt hij nog. Bon, daar hebben we beelden van. En hoe uitzichtloos de situatie was, werd duidelijk tijdens hun eerste wedstrijd. De grote wedstrijd. De jongens speelden voor de gelegenheid in eigen outfit. Ze maakte op zoveel mogelijk manieren kennis met de grasmat. Nacht, dit weet je wat een voetbal. Maar ook tijdens de trainingen droop het talent van de nerds er niet bepaald af. Ik heb de neiging als ik kop van mijn ogen dicht te doen. Maar als je ogen dicht doet, zie je niks meer. Maar ook de anderen hadden niet echt veel oog voor de bal. Bjorn nog het minst. Is er iemand die weet wat een tackle is? Ja, iemand meer als een hond. Een zeer gevaarlijke hond. Godverdomme, fucking keeper! Ook het tackelen onder begeleiding van benderkapitein Steven de Petter was geen onverdeeld succes. Steve raakte zoals steeds geen enkele bal. Hoe moet ik dan nu tackelen? Het duurt nog een paar jaar tegen dat we die aan de loop krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. En ook dribbelkoning Gilles de Bilde kon de jongens maar weinig bijbrengen. Johan had mij al verwittigd dat, dat er niet echt veel talent in zat. Boskamp had dan ook niet gelogen. Begenadigde balkunstenaars waren onze jongens nog niet echt. Ik moet zeggen, er zit geen talent in. Maar de les was wel erg moeilijk. Jules, sorry, maar met die bal gaat dat dus niet, hè? Wacht, zeg ik die bal eens pakken. Wat zijn die schoenen? Wil je wat schoenen wisselen? Er is nog veel werk aan de winkel voor Jan. En zeker als ze binnen anderhalve maand moet tegen een topploeg spelen, dan weet ik niet hoe het om dat gaat klaarspelen. Ik heb Gilles de Bilde gehoord en die zei van oei, Bossie, ik heb er geen vertrouwen in. Er is te weinig creativiteit, er is te weinig... Ja, maar daarom hebben we hem gehaald natuurlijk. Ja. Dus hij is een creatieve speler en dat moet hij overbrengen op deze groep. Goed, we gaan even met Steve en Wesley napraten over de specialisten. Mag ik mijn jas uitdoen? Ja, mag je jas uitdoen, ja. Terwijl Johan zijn jas afdoen, gaan we even praten met Steve en Wesley. Welke coach heeft jullie het meest geïnspireerd? Oh, geïnspireerd niet echt, vind ik. Ik ben altijd voor mezelf geweest. En niet voor een andere coach of ook niet voor Johan Boskamp of zo. Maar dat is waar. Ik doe dat voor mezelf. Dat is zo. Dat is de eerste voetballer die ik ooit in een talkshow heb weten praten over. Ach, de trainer. Hij inspireert me niet. Dat is de omgekeerde wereld. Ja, maar nee. Johan zou normaal zeggen, dit ken niet. Daarom speelt hij ook niet meer. Volgende week doe je niet mee tegen de selectie van de ex-Rooiduiven. Ik ga het concreet stellen. Mike Verstraeten, Gilles de Bilde of Steven de Petter? Geef dan maar Steven. Ja? De Petter? Steven, ja. We hebben hem in de studio. Steven de Petter. Kom maar, Steven. Voilà, Steven de Petter. Steven, welkom. U bent een grote inspirator. Hoe komt dat? Ik zou het niet weten. Misschien omdat ik in dezelfde ploeg speel als Johan Boskamp trainer is. Want die mannen misschien een beetje naar ons opkijken. Is dat de echte reden? Johan, hij ziet er ook goed, dus... Moet dat eerlijk zeggen, hè? Je bedoelt, ik ben latent verliefd op Steven de Petter. Nee. Je mag het zeggen, je mag niet outen. Zeker niet. Nee? Ben jij ooit verliefd geworden op een hulpcoach of op Johan misschien? Hey, ben je een beetje ziek aan het worden? Nee. Ja.
Dat niet van die gekke vragen, leuk jongen. Nee. Steven, wat doe je nog vanavond? Niet veel. Ik ga mijn rust nemen, wat dat ook wel belangrijk is. Ja. Voilà, hij heeft een goed interview gegeven, Johan. Ik had ook niet anders verwacht. We hebben alleen maar van die gasten als Steven. Mm-hmm. Die voorop gaan in de strijd. Maar door deze een van zulke gasten met zo'n mentaliteit blijven wij in eerste klasse. Ja. Steven, mooie woorden van de coach, hè? Kan ik weinig aan toevoegen, denk ik. Ja? Ja, dan moet ik u... Dat lijkt me wel het beste. Dan moet ik u naar het publiek verwijzen. Als u daar echt niets wil aan toevoegen, oké. En voor jullie? Hebben jullie met iemand een probleem gehad? Een hulpcoach, Mike Verstraeten, Gilles De Bilde, Steven De Petter? Met wie hadden jullie een beetje problemen? Die ene dat ons heeft leren koppen. Ja, wie was dat? Mark Verstraeten, denk ik dat wel. Mike Verstraeten? Ja. Waarom? Omdat ze een egotripper is. Voilà. Het is ook zo natuurlijk het feit, die kwam ook bij ons. En ik had echt wel de indruk dat in plaats van ons iets echt willen bij te brengen, dat hij meer met ons aan het lachen was. Goed, we hebben daar een volledige studiedienst op gezet. En we hebben een filmpje gemaakt over het fenomeen Mike Verstraeten. Precies in een veranderlijk. Ja, allemaal goed. Ik hem eerst zag komen, dan dacht ik nog, ja, ça va. Nieuw gezicht een keer is iets anders. Hé, hey, jongens. Hallo. Ik zal me al niet moeten voorstellen waarschijnlijk. Dag, kennen jullie mij? Nee. Ik ben Mike Verstraeten, jongens. Zijn eerste zin was er nog niet uit of ik dacht al direct van oh, dat gaat hier zoiets verschrikkelijk zijn. Hè. Toch een langdurige carrière. Laten we zeggen 18 jaar profvoetballer geweest. Viermaal kampioen geweest van België. UEFA Cup gewonnen met KV Mechelen. Tweemaal kampioen KV Mechelen. Tweemaal met Anderlecht. 30-tal UEFA Cup matchen. 3-4 jaar nationale ploeg gespeeld. Waaronder het WK 98 in Frankrijk. Het maar al open, hè? Dus ik heb in KV Mechelen gespeeld, ik heb in Beerschot gespeeld, ik heb in Germa Lekeren gespeeld, 2 jaar Anderlecht, een paar jaar in nationale ploeg. Dus eigenlijk toch niet min. En ik stond bekend, toch als een vrij correcte, maar keiharde verdediger. En mijn bijnaam was... Iron Mike. Dat ego staat mij toch niet aan, ze. Ik heb zoveel dit, zoveel dat. Je is ver versleten thuis. Steve, ik zou het jou kunnen laten voordoen, maar... Ja, doet hem maar. Heb je niet wat meer gel bij, dan kunnen we jou plat leggen. Begin jij nu ook al? Als die ballen kapot zijn, is het jouw fout, hè? Je komt nooit op een voetbalveld met zo'n kapsel. Dat doet het niet. Ik ga het een keer verder doen wat jij doet. Gooi een keer. Hey, gooi maar, ga kop. Oh, Sophie, dat ben ik echt niet, hoor. Steve, voetbal is een mannensport, hè? Kom, hè. We gaan. Ja, maar als je het wilt leren, nee, je moet echt zo, niet van die fijne dingen. Laat die vingertjes maar hangen zo. Je moet dat niet doen. Hop ze. Ik ben een vent. Zo, dat doe dan een keer. Doe dat een keer zo. Ik vind dat nu toch eigenlijk echt wel niet kunnen eigenlijk. Nee, ik bedoel, we zitten daar zowel met zijn ego te trippen. Zoveel matjes en dit en dat. En dan komt mij hier zo een beetje een belachelijk maken. Spring. Ja. Dat is al beter. De jongen kunnen wel iets bijleren. Een aantal technieken. Goh, ik heb van Mike eigenlijk echt wel niks geleerd, eigenlijk, om het zo te zeggen. Dat was een big waste of time. Dat voor Jeannette. Goed, hij is hier ook natuurlijk de Iron Mike. Mike Verstraeten. Benaar! Allee, jong! Steve, je hebt het niet zo begrepen op Iron Mike. Kom eens wat korter hier. Geen intieme dingen, ik ben daar niet klaar voor, meid. Je zet te hard. Nee, nog niet. Mike, rustig. Je hebt niet zoveel geleerd bij Mike, hè? Nee, eigenlijk heel weinig. Ik heb zelfs vooral het gevoel gehad dat je eigenlijk met ons een beetje kwam lachen. Is dat zo, Mike? Totaal niet, maar ja. Maar ja, bekijk hem even goed. Hij is een haar. Ik had een kopbaltraining. Daar kan je toch niet mee koppen. En aan Steve kan je eigenlijk zo op die manier niets leren. Je liet direct blijken van in het begin. Dat lijkt me niet interessant. Nee, dat is uiteindelijk wel het punt waarin je juist hebt. Want het volledige voetbal is, dat valt allemaal nog mee, maar het koppen is echt wel het grote minpunt eigenlijk. Waarom heb jij Mike de kans gegeven om de jongens op te leiden? Dat hij zelf opgebeld heeft. Oeh, ik dacht... Ik had jou gebeld. Dat was een straffe kerel. Je hebt hem gebeld. Ja. Kijk, dit is onderzoeksjournalistiek. Mike, is het waar dat jij Johan hebt opgebeld? Je kent hem toch? Nee, ik ken hem. Hij vraag het nu nog eens aan hem. Dus hij heeft jou gebeld? Dus voilà. Oké, we gaan er even uit voor pauze, reclameblok en we komen zo meteen terug.
straks. Mike Verstraeten schiet met scherp op onze homo's. Ik zou zeggen, voetbal is niet voor Jeannette. En voormalig topscheidsrechter Frans van de Wijngaard doet een boekje open over Boskamp. Ik heb jou aan dikwijls gefloten. Ja, vertel eens. Dat is... We beginnen te zijn. Iron Mike is nog steeds de gast. Waarom heb je voor Mike gekozen? Nou, bij Mike Verbraat dat dus een hele goede verdediger was. En dat hij dus sterk was met de kop. En hij kan het dus overbrengen op deze jongens. Heb jij die mensen iets bijgeleerd, denk je? Ik denk wel een aantal dingen. Dus de timing eigenlijk op het kopbalgebied. Eigenlijk waar dat ze juist die bal moesten nemen. Sommigen deden het echt, die gooiden de bal omhoog. Verkeerde timing. Kopte hier eigenlijk. En die mannen stonden constant... Ai. En als je de bal goed raakt, heb je nooit pijn. Ja, ik denk dat vooral ook de manier waarop is. Want natuurlijk, we zijn daar uiteindelijk om te leren. Wij zijn voetbalnerds. Dus dat is normaal dat wij met de meest simpele dingen daarin sukkelen. Als jij dan direct begint met ons belachelijk te maken, ja. Ik ben altijd iemand die graag grapjes maakt. En die moet je kunnen incasseren, want in voetbal worden ongelooflijk veel grapjes gemaakt. Zeg Mike, mag ik even tussenkomen? Ja, geen probleem. Die jongens hebben het moeilijk... Omdat jij zegt, voetbal is een mannensport. En je bent nogal hard tekeerd gegaan. Hè? Voetbal is een vrij harde sport, want als het te zacht aan toe gaat, dan bereik je niks. Maar dat is met alles zo. Ik zou zeggen, voetbal is niet voor Jeannette. Hè? Zegt men. Dankjewel, Mike. Maar ik zeg, voetbal is een heel harde sport. En dat blijkt uit deze beelden. Homo's en voetbal, een gelukkig huwelijk is het nooit geweest. Ik ben hier nu echt wel in de laagste klasse der mensen beland. Hoe lang duurt dat nog? Is dat niet om 30 knalft? Nee, 45. 45? Oh. Voetbal staat natuurlijk ver van de verfijnde homocultuur. Gewoon echt wel. En ook fysiek kregen de homo's het zwaar te verduren tijdens een paintball-experiment. Jongen, dat is toch geen echte event. Gaat het? Nee, het is genoeg geweest. Ik speel niet meer mee. Ik zet ze bieden nog laat. Dus niet wacht even. En doet je fucking camera weg, jongen. Steve, ja, die vonden we inderdaad verwerpelijk, maar Steve is ook een Jeannette. Ik bedoel, je ziet dat ook goed aan hem. En Jeannette houden van mooie jongens. Ik vond het wel een verfrissing eigenlijk, want in tegenstelling tot al die anderen was dat wel eens een knappe gast. Zijn kontje kwam ook goed uit in dat pakje natuurlijk, dus... Moet Steve vooral niet mee naar huis gaan, zou ik wel mee van hem. Spannend poppetje, dat zag er wel goed uit, dus... In plaats van te voetballen, dan zou ik even mee meegaan. 20% van heel de voetbalwereld is gay. Er zijn heel veel homo's in het voetbal. Je hebt drie categorieën van homo's. Je hebt de macho, ja. Die ook. Je hebt een gewone homo en je hebt een vrouwelijke homo. Oh, en wij zijn eigenlijk... Tussen die twee, ja, zo daar. Tussen de jongens, is dat hier eigenlijk je voetbaltraining? Kom, dat is homo-les. Voor hun geaardheid konden Steve en Wesley nooit of te nimmer verstoppen. Veel pogingen daartoe ondernamen ze alvast niet. Nee, Jeannette, helemaal, dat is toch geen echte vent. Als je naar haar op de eerste keer dat je verbaasd hebt, verkrijg ik haar. Allee, kom aan. Wacht even, stop even! Luisteren naar mij! Oh nee, shit! Dat trek je op mij. Ja, maar ja, ze zijn nu verbeterd. Ja, nu blijven ze als een echte fan blijven ze staan. Ik heb wel geleerd ondertussen dat ik niet zoveel schrik meer heb van een bal nu. Dus in het begin heb ik schrik van een bal, begin ik te gillen als een bal aan mij vliegt en nu niet meer. Dus. Hoe hebben de andere spelers van FC Neut op jullie gereageerd? Ik heb de eerste dag dat wij begonnen zijn, heb ik direct tegen iedereen gezegd dat ik homoseksueel ben. Om geen misverstanden of geen ruzies of tussenin ervan. Allee, op de YouTube. Ik heb zoiets van, direct, en iedereen mag dat weten. Ik schaam mij daar niet voor. Ik ben wie ik ben. Dus ze doen wat ze willen. Ja. Als ze mij maar met rust laat. Daarvoor moet je geen schrik hebben, denk ik, hè? Nee, maar je weet nooit hoe een eurootje kan rollen, natuurlijk. Moet zeggen, zijn twee lekkere gasten.
Lekkere gast. Lekkere gast, het waren lekkere gasten. Goeie gasten, hè, Luc. Dat is een rare zin hè, uit jouw mond. Het zijn lekkere gasten. Ja, lekkere gasten. Wat moet je dan? Om een goede gast, een lekkere gast. Wij begrijpen dat. We hebben zoiets van, hij vindt ons niet aantrekkelijk, maar hij zegt van dat wij goed zitten en dat hij goed met ons om kan. Ja, dat is belangrijk. Voilà. Hij moet altijd goed zitten. Ja. En dat doet dat pijn, hè. Kijk, nu begin je er zelf over. Bon. Zeg Johan, zijn jouw manschappen in vorm? Wereld. Ja? Ja, grote klas. Hoe zit het met het reglement? Zijn ze op de hoogte van de regels? Er is een specialist gekomen. Mm-hmm. En die hebben ze allemaal piekfijn uitgevoerd. En die specialist was niemand minder dan ex-topscheidsrechter Frans van de Wijngaard. Hij werd 3 maal tot scheidsrechter van het jaar verkozen. En floot ook in de Champions League. Misschien kennen jullie mij niet. Of misschien wel. Het was inderdaad al een tijdje geleden topscheidsrechter hier in België, maar ook in Europa. Oh nee, die gaat hier zijn leven weer van binnen vertellen. Tja, weet je dat er zoveel meegemaakt heeft? Ik heb ooit op Barcelona gestaan, ik heb ooit de finale gedaan, Juve Parma. Dus dat waren prachtmomenten. Johan Boskamp heeft mij gevraagd om jullie een beetje de reglementen te gaan uitleggen terwijl dat eigenlijk het spel bezig is. Om de spelregels aan te leren, speelden de nerds tegen elkaar. Jij mag kiezen en het fluitje mag starten. Jullie mogen starten. Ik pak er altijd fluitje uit. Ja, dat... Ik ben daarin getraind. En lang duurde het niet voor het misliep. Stop, mannen. We zijn nog maar 1 seconde bezig en het is fout. Bij de aftrap ligt de bal op de stip en moet voorwaarts gegeven worden. Allee, dat is nu zo een mannensport, om het zo te zeggen. Ik dacht dat dat niet zoveel detailregeltjes zijn. Dus bal voorwaarts. En, maar ja, dat was toch ongeveer? Nee, het was achterwaarts. Ja. U moet voorwaarts. Allee, ik kan veel kapperszaken zeggen waarin dat ze zo niet op details zitten te zien als daar met die onnozel regeltjes. Allee, ja. Zeg, ik wel shotten, want anders is het weer een fout. Ook de edele techniek van het inwerpen was de nerds totaal vreemd. Bij dat ingooien bijvoorbeeld, dat deed ik dus niet goed. Dat wist ik niet. Het is onmogelijk dat je zo inwerpt. Hier van de vorige keer, dat is ook al opgemerkt geweest aan mij. Allee zeg. Die slapjes, slappe polkjes. Dus jij moet de bal achter jou nemen, ja, en gewoon... En hij is vertrokken. En ook de gevreesde buitenspelregel werd de nerds duidelijk gemaakt. Buitenspel, ik geloof. Buitenspel. Pardon? Dus zo sta je niet buitenspel? Ja. Sta je hier? Ja? Zeker, dan ga je er niet meer. Dan sta je er helemaal alleen. Dan mag je een prachtig doelpunt maken, wat het fluitje kan. En nu niet helaas. Kennen jullie de regels? We kennen de regels, echt? Ja. FC Nerds, kennen jullie de regels? Ja, jullie kennen alles? De belangrijkste dingen. De belangrijkste, dus niet allemaal. Ja, en welke belangrijkste ken je? Een stuk of 2, 3? Ha, nee, ja, wat dat buitenspel is en zo. Hoe dan een aftrap wordt gegeven en zo. Wanneer dat iemand offside staat en zo. Wat is het verschil tussen buitenspel en offside, dan? Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen offside en buitenspel, dan? Ah, wel, buitenspel, dan shot je die buiten de lijnen. En offside, dat is iemand die... Dat is een stuk. Ja, tijd om een andere topper erbij te halen. Mag ik u applaus voor Frans van de Wijngaard? Hoe is het? Ça va? Perfect. Ja, even goeiedag zeggen. Hey. Voilà. Zeg, je hebt die mannen heel wat bijgebracht. Is het gelukt? Ik hoop dat. Laat ons heel eerlijk zijn, dat is heel moeilijk, hè, Johan. Ja. Gasten die nog nooit hebben gevoetbald en dan plotseling dat voetbalreglement voor hun neus krijgen. Je hebt hem eigenlijk nog eens bescheidsrechterd, hè? Maar ik heb Johan dikwijls gefloten, ja. Vertel eens. Dat is, hoe begin je te zijn? Ja. Vertel eens. Ik heb heel veel anekdotes van hem. Eén, de beste. De beste. Ja. Op RWDM, op een bepaald ogenblik, wat er ook gebeurde, ineens puupt hij. Klinkrood en buiten. Jij? Ja, tuurlijk. Met rood buiten. Johan buiten. Spijtig. Herinner je dat nog? Waarom deed je dat? Ik moest niezen. Ja, maar waarom heb je hem dan rood gegeven? Hij zei dat tegen mij op dat moment. Schitterend. Kijk, tegen Frans kon je alles zeggen. Maar je hebt er van die zeikertjes bij, waar je niks kon zeggen.
Ik geef maar voor, het beste geloof tegen Frans of tegen. Je fluit als een patatje. En dan twee minuten later loopt hij langs je. Nou, je speelt als een patatje. Dus, en dat werd gewoon, dat werd geaccepteerd. Maar ja, nu is dat precies. Geen precies humor anders. Meer op het veld? Nee, minder. Zeg Johan, wat vond jij nu het moeilijkste om uit te leggen aan FC Nerd? Ik vond niks moeilijk. Nee. Buitenspel van? Fluitje van een cent? Nee, de Frans heeft dat picobello aan. Jullie hebben dat kunnen uitleggen, we doen eens de test. Neem eens een kort examen af, elk één vraag. Aftrap. Bal voorwaarts of achterwaarts? Voorwaarts. Perfect. Dat is een makkie, Frans. Nee. Oh, we waren een seconde bezig en we moesten het spel stilleggen en moesten weer beginnen. Kan je op je eigen speelhelft buiten spel staan? Nee. Perfect. Voilà. Ja, als je dan aan die kip vraagt, je weet het ook, hè? Het is een makkelijk examen, bedoel je? Stel jij dan eens een moeilijke vraag, Johan. Als je aan het spel niet meedoet, kun je dan buiten spel staan? Ah nee, want het doet niet mee. Ja, het doet niet mee. Het staat aan de zeelijn, dus ik kan het niet meedoen. We gaan iets anders vragen. Aan DJ Franske, één vraag. Franske, wat is buitenspel? Twee woorden? Offside, hè. Offside, voilà, dat is een heel goed geantwoord. Dank u wel, jongens. Zeg, Johan, je hebt deze klus niet alleen kunnen klaren. Nee, je hebt een aantal fantastische assistenten. Ja, alleen zou het onmogelijk zijn geweest. Ja. Noem ze eens. Maar ik heb François de Jonge, de physical coach. Heb je Frankie Frans, de keeperstrainer. Heb je Jantje Sezant, die de kinesist is. Ja. En dan de allerbelangrijkste is Louis de Winter. Voilà. De vier meesterassistenten van Johan Boskamp. Voilà, welkom, vier superassistenten. Johan is lyrisch over jullie. Hoe lang werken jullie al samen? Een jaar of 20, denk ik, of 22. Ja. Hoe komt dat jullie zo'n hecht team zijn? Vertel eens. Ja, nu, met Frankie werken we nog maar pas, maar met Swa en dus met Jan zijn we wel een aantal jaren op de baan. Dus. En dat klikt gewoon. Maar er moet toch iets meer zijn, hè? Jantje heb ik toen gevraagd om naar Anderlecht te komen, geloof ik, Jan. Nou, en Swa, ja. Ja, die kreeg ik erbij bij Beveren. En die is zo eigenwijs als waterdiep is. Maar je wist gewoon dat je op die gasten... Dan kon je dus bouwen. Dan kon je zeggen, doe dat. En het werd gedaan. Met Louietje is het... Als we iets doen, laat ik het zo zeggen. Als we iets doen, is altijd... Louietje zal er altijd bij zijn. Oké. Okay. Wat maakt Boskamp zo apart? Hij is ijzersterk. Wat bedoel je daarmee? Hij zei ze sterk. Ik weet toch dat het met mijn handtijd, dat het doet pijn. Het is voor iedereen in de duizend, dat zijn. Ja, als mens dan? Als mens. Ja. En zeker als trainer. Boskamp heeft dan ook een prachtig palmares als coach. Hij loodste Anderlecht onder andere 3 maal naar de titel in eerste klasse. Je hebt zoiets van Boskamp, al wel veel van gehoord, maar... Nog nooit niet van dichtbij gezien. Hey, haalt die bal eruit! Hoe gaat hem reageren? Hoe gaat hem doen? Want we weten van Boskamp, het is nogal een brulbeer. Hij is beweeg een beetje, maak wel eens houtzak. Hij in 2! Ik heb al gehoord dat een brute is. Hé jongen, donder trouw op. Joh. Echt gelogen is dat niet. Vooral als het taalgebruik. Wat is er nou zeiken nou, hè? Hé hey, Eikel, stel die bal maar diep. Die bal maar eens toe, je Eikel. Geen gezeik. Bossie. Oké, jij naar Bosje gaan roepen met een prikkeldraad in je bakken. Sammy speelt als een krentenbol. Sammy! Zijn dialect, hoe noem je dat? Sammy! Ik heb het vrij moeilijk voor hem te verstaan. Allee, leg het eens uit wat ik net gezegd heb. Kom eens hier. Mensen, liever van mij een beetje rekening te doen, want ik heb maar een kleine gast en ik zou... Maar dat heb ik toch niet gezegd tegen je? Met twee gevaarlijke spelers moeten even rusten. Of niet? Rust is altijd goed, hè? Ah, voilà, zie je. Ik heb nog een kwetsuur aan mijn been. Wat? Die beest is het vast. Leuk dat hij vast zit. Bertels, Van Miegen, mijn kameraad Solly, met zijn toverschoenen. Dus je kan... Hey, neus! Steve! Hey, laat die gaan worden. Met diepgaan bedoel je dat hem in één veld bleef? Nee, diepgaan is dat we vooruit gaan. Vooruit. Goeie neus, passie jongen. Hey, pak nou die andere voet, joh. Best, in de muur, DJ. In de muur.
Die muur staat niet goed, hè? Kijk, wordt ervan. Waar is die trein de muur? Daar, met een bandje. Is dat de trein? Ja. Dat is ook een Nederlander. Ja, dan ben je lekker mee. Zeg, we gaan het even over jou hebben. Jij bent een fenomeen, hè? Dat is zo, hè? Je bent een fenomeen. Mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen, jongens? Ja. Wat is het Boskamp-effect? Welk effect heb jij kunnen neerleggen in deze ploeg? Dat is gewoon... Daar word je doodziek van. Ik heb het, bij de Denden zeggen ze ook altijd. Het is gewoon... Deze jongens doen hetzelfde. Ik had iets vragen, want jij minimaliseert jouzelf. Ik had iets vragen hier aan de FC Nerds. Is er sprake van een Boskamp-effect? Ik vind dat toch zeker. Dat is de gevoel van humor. Het moment dat je Bossies is de mond omgaan en dat hij begint te lachen, dan moet iedereen meedoen. Ja. Maar hoe lachen, dat is hetgene dat deze groep toch zeker bijeenhoudt. Perfect. Even naar Johan. Je zet ze aan het lachen, dus je inspireert ze. Ja, maar... En dat is jouw geheim. Ik denk dat het sterkste punt is van onze groep, dat we met onszelf kunnen lachen. Vooral die dagen die ik met hun niet gewerkt heb, zijn ze ontzettend naar elkaar geroet en ze kennen ontzettend voor elkaar hebben. Maar we kennen ook om elkaar lachen. Want je accepteert dingen van elkaar. En dat heeft dan niks met de trainer te maken. Het heeft te maken met deze groep. Wat vind jij het belangrijkste in een ploeg? Is dat de creativiteit, de conditie of de team spirit? Het heeft veel met elkaar te maken. Maar dus wat wij nu doen, dat is fantastisch. Wat die jongens doen, en die hebben met een hele goede instelling. En op die manier kun je dus ook genieten van voetbal. Ja. Je kan in principe nooit slecht voetballen als je keihard werkt. Maar heeft jouw ploeg een goede mentaliteit? Ja, dat zeg ik toch net. Ja? Ze hebben een wereldmentaliteit. Ja. Ja, dus echt, anders doe je zoiets niet. Zeg, wat is dat nu met die team spirit, met die solidariteit binnen de ploeg? Eigenlijk gaat al een gemeenschappelijk punt. Niemand kan voetballen. En dan zijn we allemaal zomen van 0 naar 10, naar 20, naar 100 ontgaan. En ik denk dat wij samen die stap maken en dat we gewoon daarom zo goed samen hangen. We vertrekken op één punt en we gaan allemaal omhoog. Dat is mooi geformuleerd. Zeg Johan, wat is nu echt het grote geheim van FC Nerds? Team spirit. Team spirit? Ja, 100%. Hey, dat treft. We gaan eens tonen met een aantal beelden hoe hecht het team is. 7 weken geleden waren de 16 nerds totale vreemden voor elkaar. Maar na een spectaculair teambuildingsweekend groeiden de jongens naar elkaar toe. En daarvoor moesten sommigen diep gaan. Heel diep. Oh, dat is best diep een douche hier. Yes, hey, die minste! Kiet de hand! Hey, goed gedaan, hè? Zonder anderen zou ik het nooit gedaan, hè. Nooit. Dat doen we dus nooit, meneer! Het begint echt wel samen te hangen. Ik denk nog zo een paar van die grapjes gelijk deze en we'll be at the top of the world. En dat mocht gehoord worden. Ik vind de bende hier super goed aan elkaar. Ik vind het enorme geestige mensen allemaal. 24 uur in een dag zijn gewoon veel te weinig met deze man rond te hangen. En ze deden meer dan rondhangen alleen. Dobberen bijvoorbeeld. Want stuk voor stuk zaten ze in hetzelfde schuitje. En iedereen hield zijn kop boven water. Werden onafscheidelijk. Proficiat, hé. Ja, merci, hé. Hoeveel gasten zouden dat doen midden in de winter? Niemand. Nee, nee. Vandaag de max. Dat lijkt dat we onder de broers zijn van elkaar. Een stelletje vreemde broers. Dat wel. En aan familiefeesten ook geen gebrek. De boog stond niet altijd gespannen. En ook 's nachts glitten de nerds letterlijk aan elkaar. Meestal buiten de maat gooiden ze de beentjes los. Maar steeds samen. Hoe heb jij dat kunnen waarmaken, die teamspirit? Dat één hecht blok is? De eerste plaats is het met deze groep, dat is punt 1.
En dan zijn we overal naartoe gegaan met andere mensen. Die hebben er ook nog aan meegeholpen. Dus als je in het begin zag en je ziet het nu, ja, dat is dag en nacht. Ja, en ik kijk dan naar de kinesist. Hoe zit het eigenlijk met de intrinsieke kwaliteiten? Maar de jongens hebben inderdaad veel progressie gemaakt. Dus als we ze in het begin zagen, hadden we er eigenlijk niet veel vertrouwen in. Maar iedereen heeft gegroeid op zijn manier. En ze zijn er inderdaad wel klaar voor zondag. Ja, hebben ze de conditie? De conditie is stukken verbeterd tegen 10 weken geleden of 9 weken geleden. Maar de termijn is nog te kort om echt te zeggen, ze gaan dat 100% volhouden. Maar heb je geen schrik dat je team na 10 minuten pomp af is? Conditioneel op nul? Wij hebben zo'n grote kern, we kunnen constant wisselen. Ja. Ja. Maar Louis, jij bent tevreden over FC Nerds? Heel tevreden. En de trainerscapaciteiten van Johan? Ja, dat is voor het nabel, hè. Ja? Ja, dat is voor... Heeft hij deze ploeg tot een hoger niveau kunnen tillen? Ja, dat is nog even te wachten, hè. Ja, Frankie Frans, hoe zit het met de keeperskwaliteiten van FC Nerds? Maar ik denk dat op een korte periode dat wij van iemand toch een deftige keeper gemaakt hebben. En ik denk dat hij nu stilletjes aan toch met zeker met 30-40% verbeterd is. Zeg Louis, laatste vraag. Zijn de voetballers van FC Nerds voldoende met hun vak bezig? Ja, zijn ze bezield door het voetbal? Je hebt plezier bij voetbal. Ja, maar plezier is onvoldoende, hè? Zijn ze professioneel genoeg? Ja. Denk het wel, maar dan zullen we toch veel nog moeten pilletjes pakken voor af te vallen, denk ik. Er zijn er wat te dikke bij. Ja? Zeg, maar je hebt nu 7 weken gehad. Je hebt nu 7 weken gehad om dat eraf te trainen. Het is u niet gelukt. Oh. Je ploeg niet laten vallen, hè, Louis? Ja, we zullen afwachten, hè. Ze hebben teamspirit, zeg je. Ze hebben de cohesie. Ze hebben veel bijgeleerd. Maar kunnen ze nu een beetje voetballen? Ja, maar dat is nu de pertinente vraag. Je kent de ploeg van dag 1. Zijn ze eigenlijk gegroeid? Ja. Ja, Sammy niet zo, maar de rest is gegroeid. Sammy is even klein gebleven. Maar jij zegt nu, ze hebben progressie gemaakt. Ja. Goed? 100%. 100%. Wel, we gaan eens kijken of Johan gelijk heeft. De progressie van FC Nerds. Straks, de komst van Samil, de Aziatische tijger, tilt de ploeg naar een hoger niveau. Ze behalen voor het eerst een gelijkspel. En we blikken vooruit op de grote wedstrijd tegen een elitekorps van ex-Rode Duivels. Geloof jij in een goede wedstrijd? In een... Ja, ik geloof het wel. Aanvallende wedstrijd ook? Dat denk ik wel, ja. Voor mij is het duidelijk, hè? Uw ploeg staat er. Ja. Wat is uw pronostiek? Eerlijk. 1. Zijn ze eigenlijk gegroeid? Ja. Ja, Sammy niet zo, maar de rest is gegroeid. Sammy is even klein gebleven. Maar jij zegt nu, ze hebben progressie gemaakt. Ja. Goed? 100%. 100%. Wel, we gaan eens kijken of Johan gelijk heeft. De progressie van FC Nerds. 7 weken geleden hadden de meesten onder de nerds nog nooit een voetbal van dichtbij gezien. Laat staan, er tegen getrapt. Ook de vestimentaire code van het voetbal was hen totaal vreemd. 16 absolute voetbalklunzen die ongeveer elke trainer tot wanhoop zouden drijven. Maar toen verscheen Boskamp. Samen met een team van ex-profs kneedde hij FC Nerds naar zijn hand. Er werd aan een razend tempo vooruitgang geboekt. Nieuwe helden stonden op. Keeperstrainer Frankie Frans ontdekte bij de zwaargewichten talent. Michael en Yves werden omgeschoold tot lenige tijgers. Vooral Michael ontdekte een onontgonnen talent. Die van topkeeper. Yves werd een verdienstelijke reservekeeper. De doorgedreven 3 wekelijkse trainingen wierpen al snel hun vruchten af. FC Nerds werd een team en van de dolkomische taferelen van 7 weken eerder was geen sprake meer. Michael ontpopte zich tot een meer dan betrouwbaar sluitstuk. En hij deed dat met verve.
Maar ook vooraan gingen de jongens snediger spelen. En dat werd beloond. Ik zie al progressie. Paul wordt nou de vriend van onze ploeg. En dat was in het begin was dat eigenlijk de vijand. En ook de fans drukten FC Nerds tegen hun groen-gele hart. Wat een progressie. In 7 weken zijn ze van niks naar iets geworden. Ja. Michael, over u. Jij was in eerste instantie geen keeper, Johan. Dat was Yves. Ja. Yves blesseert zich. Michael, in the picture, heeft geweldige progressie gemaakt, Michael? Ja, ik kan niks anders zeggen. Maar normaal zou elke speler 10 minuten in de kool gaan. En in principe zijn we niet zo ver gekomen bij Mies. En dat is zelf een beetje opgedrongen. Ik moet zeggen dat hij dat uitstekend gedaan heeft. Ja. Jij houdt die positie vast. Jij wil eerst de keeper blijven. Natuurlijk. Ja, iedereen wil in de ploeg staan. En als Yves geblesseerd is, dat is dan spijtig voor hem. Maar de een zijn dood, is de ander zijn bruid. Ik wil spelen. Voor Michael is Yves voltooid verleden tijd. Tijdens een oefenwedstrijd toonde hij zich een echte patroon. En ook zijn saves mochten gezien worden. Zonder scrupules durfde hij met ware doodsverachting de bal tegemoet gaan. Hij ontpopte zich tot de motor van het spel. En zijn netten bleven brandschoon. DJ Fransken leidde een minder heroïsch parcours af. Maar aan zijn onvoorwaardelijke inzet en verbetenheid zal het niet gelegen hebben. Een spits van het niveau van DJ Fransken verdient uiteraard de perfecte pass. Hey DJ! Helaas. Hey, beweeg een beetje, man. Gelijk op een zoutzak. En bewegen deed hij, DJ Fransken. Helaas meestal op het verkeerde moment. Met een vuile blik als resultaat. In de richting van zijn concurrent en transferspeler uit het Verre Oosten, Samim. DJ! Goed punt, hè? In de 12, DJ. Hop! Isa. Een illusiearmer voor DJ Fransken. Samim liet het allemaal niet aan zijn Aziatische tijgerhart komen. Hij liet meteen zien waarom hij uit Korea werd overgevlogen. Arm Franske. Voilà, je hebt Sam Il getransfereerd. Ja. Samen met Franske een gevreesde spits. Ja, ze moeten vechten om een plaats. Het toeval was zo dat hij tegen de vrouwen ook gelijk de gelijkmaak scoorde. Ja. En dan was Franske was daar niet gelukkig mee. Nee, jij was er niet gelukkig mee, dat klopt, hè? Nee, ik was er niet gelukkig mee dat ik niet op plein stond, maar zeker niet voor Samil. Samil heeft gescoord en dat is goed voor de ploeg. Dat is wat de teamgist is. Maar hij gaat een beetje met de pluimen gaan lopen, hè? Hij speelt zich zo toch een beetje in de picture. Nee, hij staat juist op het plein, dus hij kan scoren. Dus, het is maar is dat niet vervelend voor jou? Jij wil het ook maken? Ja, iedereen, als je wilt voetballen, wil je zeker meedoen en wil je niet op de bank zitten. Ik denk dat met alle profs zo is. Dus, want als je niet gemotiveerd bent, ga je niet laten horen. En ik laat mij horen gewoon omdat ik wil spelen. Ja, hij praat als een echte prof, hè? Franske, ongelooflijk, hè? Ja, dat is, dat doet hij heel goed. Wie heeft het meeste progressie gemaakt in de ploeg? Ja, Mies. Ja. Mies en de Wim. Heel die ploeg heb progressie gemaakt. Maar er zijn ook jongens die doen... Eén keer doet één stap, en er zijn ook bij die twee stappen doen. Dus... Dat heb je helemaal zo. Dus een tevreden trainer? Ik ben altijd tevreden. We gaan even vooruitkijken naar de wedstrijd van volgende week. In Genk tegen een mooie selectie van ex-Rode Duivels.
is die groep er klaar voor? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Maar het is vragen aan de ploeg. Kijk, ik heb mij laten vertellen dat de huidige selectie Rode Duivels die niet veel voorstellen, dat de ex-Rode Duivels beter gaan zijn. Dus op dat gebied heb ik wel een beetje schrik. Ja? Maar als je dan tegen mannen denkt als Mike Verstraeten en zo gaat spelen, die zijn toch wel een dagje ouder. Dus ik denk dat we met onze twee snelle speeds wel eens kunnen uitpakken. En nu ga je wel in een groot stadion spelen met hopelijk enkele duizenden toeschouwers. Zal dat een verschil maken? Ja, natuurlijk. Dat brengt druk met zich mee. Maar vorige keer tegen die vrouw waren dat 500 supporters. En nu gaat er duizenden zijn. Ja, dat gaat nog afwachten worden. Ja, Johan, welke strategie heb je? Welke tactiek? Hoe ga je het aanpakken? Gewoon alles of niks. Ja, maar is dat dan een 3-4-4? Is dat dan een 10-1? We spelen ons spelletje. Gewoon met drie spitsen en vooruit. Dat kan nou met de snelheid van Dirk en Sonny. Wij zullen dus ons loopvermogen mogen gebruiken tegen die oude mensen, met alle respect natuurlijk. Sam Iel, wat denk jij? Kleine pronostiek? Wow, ik denk 2-1 voor ons. 2-1. Wij hebben hier 1 Rode Duivel, ex-Rode Duivel geselecteerd. Mike? Heel veel goals maken natuurlijk. Ik denk dat het ongeveer 16-15 zal worden. En ik denk vooral dat we gewoon een leuke pot voetbal beleven. Dat is voornaamste. En dat de jongens kunnen laten zien dat ze een team zijn en progressie hebben gemaakt. Dat zijn heel mooie woorden, Mike. Maar een kleine pronostiek, wat 16-15, hè? 16-15. Mooi getal toch, hè? Daar komen de mensen voor naar de voetbal. Voor die goals. 31 en de jongens gaan goals maken en wij, of ik... Misschien ook. Maar geloof jij in een goede wedstrijd? In een... Ja, ik geloof het wel. Als je aanvallende wedstrijd ook? Dat denk ik wel, ja. Voor mij is het duidelijk, hè? Uw ploeg staat er. Ja. Wat is uw pronostiek? Eerlijk. Ik houd een 0-0. 0-0. Dat is een saaie wedstrijd. Dat is een typisch Rode Duivels wedstrijd. Dan zeg ik het ook. Oké. Natuurlijk wordt het niet 0-0. Het wordt hopelijk 10-10 of zo, dat er veel doelpunten worden gescoord. Volgende week is die wedstrijd van FC Nerds tegen een goede selectie van oude internationals Rode Duivels. En dit was Studio Nerds. En tot volgende keer. Voilà, santé, hè. Hey, klasseman. Allee. Volgende keer, de match van het jaar. 12.000 dol enthousiaste supporters staan in het stadion van Genk als één man achter de Nerds tijdens hun moment de gloire. De wedstrijd tegen een elite selectie van ex-Rode Duivels. En de Nerds laten zich niet afslachten. Ze staan meer dan hun mannetje. En wat niemand voor mogelijk hield, gebeurt toch. De Nerds scoren.